Hey allemaal, vandaag ga ik jullie leren natuurweven. Zodat je allemaal mooie bladeren, gras of bloemen kan gaan weven. Wat heb je daarvoor nodig? 3 takjes, ongeveer van dezelfde lengte en dikte. Touw en eventueel een mesje of een schaar om het touw mee te snijden. Dan gaan we nu eerst het driehoek maken. En dan beginnen we met 2 takjes. Die leggen we op elkaar. En dan neem je een stukje touw, ongeveer 2 keer zo lang als je onderbeen. En dan zorg je ervoor dat je ze op elkaar legt en dat deze 2 uiteindes ongeveer even lang zijn. Want dan zit hij blijft hij het stevigst bij elkaar zitten. Leg je touw eronder. En nu heb ik hier dat ik in de breedte het touw kan neerleggen, maar ook in de lengte. Want ik wissel van hand naar touw. Dan ga ik nu in de lengte. En dan zorg ik ervoor elke keer als ik draai, dat ik het dan heel stevig aantrek. Draai ik het om. Haal ik het touw weer omhoog, wissel ik weer van hand, ga ik naar de breedte, trek ik het weer stevig aan, draai ik weer rond, wissel ik van hand en dan doe je het zo lang tot het touw op is, stevig aantrekken. Als je niet steeds wil wisselen, kun je ook proberen of je het kan zonder het driehoek om te draaien of de takken. Maar dan moet je zeker weten dat je de onderkant wel wisselt van touw, zodat het een knoopje wordt. Nu al stevig genoeg. Ik maak er gewoon 2 knoopjes in. En dan pak ik nu de 3e tak. En dan ga ik naar de volgende hoek, de 2e hoek van de driehoek. Zorg ik er weer voor dat ze ongeveer even lang zijn. En doe je hetzelfde. Nu hebben we dus een driehoek. En nu gaan we met een wat langer stuk touw weer allemaal streepjes maken, zodat we daar uiteindelijk doorheen kunnen gaan weven. Maak je onderaan 2 knoopjes. Ook gewoon lekker strak. Zo. En dan vind ik het altijd handig om van het losse stuk touw een beetje een bolletje te maken in mijn hand. Dan kan ik het wat makkelijker om de tak heen draaien. Dan gaan we naar boven toe. Draaien we elke keer 1 keer om de tak heen. En ook een beetje strak. En dan gaan we naar beneden toe. Draaien we daar ook 1 keer om de tak heen. Dan hou ik het ook een beetje het touw vast bij de tak, zodat het niet los kan gaan. Ga ik weer naar boven toe. Draai ik weer 1 keer om de tak heen. En zo ga je net zo lang door tot je bij het uiteinde bent.
Nu ben ik tot het einde gekomen. En dan maak ik weer net als in het begin twee knoopjes in. Voor zorgen dat je hier je duim op houdt, zodat het dan wel strak blijft. Anders gaat de rest weer een beetje los. Hier is één knoop. Andere knoop. Nou, dit stuk is wel een beetje lang om eraan vast te laten. Dus snij ik er vanaf. En nu komt het andere leuke gedeelte van natuurweven. En dat is natuurlijk om plantjes erin te weven. Dan ga je gewoon lekker rondstruinen in het bos of in het park, dicht bij jou in de buurt. Of misschien in je tuin, als je die hebt. En dan ga je op zoek naar alles wat je mooi vindt. Nou, ik ben net al even op pad geweest. Ik kwam ook wat mooie dingen tegen. Daar moet je natuurlijk wel op letten als je één mooi plantje ziet. En dus de enige daar in de buurt, dat je die dan niet gaat plukken. Als er bijvoorbeeld, ik zag net een veld met heel veel paardenbloemen, dan kun je die gerust plukken. Nou, en bij weven is het leuk dat dit erin kan blijven zitten, doordat je er onder het touwtje langs gaat. Maar hier ga ik er dan boven langs. Dan ga ik bij het volgende touwtje weer onderlangs. En weer boven langs. Nou, ik ga nog even verder om deze af te maken. Zodat hij ook zo lekker vol wordt als deze. Veel plezier mee met maken. En tot de volgende keer. Doei!